Vrijdagavond, de Arena Fontenova in het Braziliaanse Salvador. Het moment voor Anouk van Vliet uit Roosendaal. Ze mag met het Nederlands elftal het veld oplopen. De kinderen wachten voor de wedstrijd in de spelerstunnel op de sterren van die avond. En naast Anouk stopt, jawel, Robin van Persie. Toen kwam die bij me staan. En toen liep het veld op. En toen zag heel het stadion bijna helemaal vol zitten. Dat was best wel wat leuk. Ja, was het niet heel erg spannend ook? Heel erg spannend. Ja, je ziet je kleine meid daar en dan ja, word je toch emotioneel. Want je ziet haar en ja, dit maakt niemand meer mee. En zij ook natuurlijk nooit meer. 22 voetbalsterren achter haar en 50.000 fans kunnen overweldigend werken. Maar toch houdt Anouk haar oren open. Zo is zingen niet de sterkste kant van ons Oranje. Beetje vals. En alleen van Persie of de rest ook? De rest ook. Goed, als ze maar goed voetballen, dat is het belangrijkste, toch? Ja. En dat deden ze, 5-1. We weten allemaal hoe het afloopt. Na de ceremonie mag Anouk naar de tribune en recht voor haar neus maakt haar van Persie de wereldgoal. En zo schoof hij bij jullie voorbij. Ja. En wat dacht je toen? Zo, dat is een rare goal. Maar wel een mooie, hè? Ja. Anouk won haar avontuur bij een grote fastfoodketen, maar het zit er weer helemaal op. Vandaag mocht ze gewoon weer naar school. Even vooruitkijken als echte deskundige voor woensdagavond, Nederland-Australië. 2-1. En wie maakt dan de mooiste goal, denk je? Wie van Persie. Toch wel, hè?